Bro, is kapot gaan, joh. Laat deze muziekwereld is de meest gelogen wereld die er is, joh. Ja? Ik zweer het, joh. Nu pas zie ik waarom al deze mensen dikke auto's en zo rijden. Ik denk, hoe was dat? Want ik zie het niet, man. Je hebt geen optredens. Die streams zijn niet van jou. Nee. Waarschijnlijk zijn ze van Kees of van Ali. Met de elleboog tot in je kont hebben ze jou vast. Je bent puppet geworden, hè, broer. Puppet, die royalties zijn niet van jou. Hoe? En je hebt geen shows. Nee. Kom, ik help je. En die legend. Oh my legend. De tijd gaat snel voor mij om nog te beseffen dat ik nu bij jou ga instappen. Kom. Nee, vier. Top, dankjewel, man. Nee. Lekker. Dus voor mij moet er Andy van der Meijden. Dus voor mij wie? Dus denk gewoon, je bent een van mijn matties. Hè? Wacht, wacht. Ik heb iets voor jou. Lekker, hoor. Die naam je. Rustig, man. Bij jou. Goed te zien, man. Voelt het alsof je geen controle meer hebt over deze uitzending? Nee. Ja, dat is mooi, bro. Dat is hoe mooi. Is het? Goed. Ik moet deze even brengen naar iemand, maar ik ga mij brengen. Nee, dat is voor jou, dat is voor jou. Lekker. Dat is voor jou, dat is voor jou wel, bro. Ah, dat is voor jou, neef. Je hebt ook platina nu in jouw kamer. Wauw. Zie je, staat je naam op alles, hè? Top. Dat is omdat kijk, je mij viraal maakt. Ah, mooi, man. Die ga ik ophangen in mijn café. Hoe is het, man, broer? Top, man. Dankjewel. Super, super. Geen tjoedelen. Zonder ja, die ding, hè? Je weet, je moet kapot gaan. Woest, man. Goed. En is dit die markt waar je staat? Ja, man, bro. En je woont, waar woon jij hier gewoon? Hier woont mijn moeder, ja. Oh, mijn je ouders woont hier, ja. Ik woon een stukje verder. Oh, je woont nu niet meer zeg maar thuis? Bro, al 5 jaar of zo niet meer, 6 jaar niet meer. Ja, ik weet het, want je leefde eerst 26 jaar met je broer op de kamer. Ja, toch, hier. 25 jaar, stapelbed, hè, broer. Ja? Je bent ver gegaan, hè. Stapelbed, nee, stapelbed. Jolle. Even kijken. Waar jij maar wil gaan, bro. Okay. Tegen het Eishof, je moet hier niet te veel tegen de richtingen zo. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben patsarbak, hè? Zijn je toch wel wat gewend hier, of niet? Stel eens af, broer. Je gaat hard, hè? Ja, we zijn er, man. Je gaat lekker. Blij, man. Broer, ik besef niet of niet dat ik bij jou in de auto zit. Wat dan? Bro, jij bent... Andy van der Meijden, daar staan we. Gekke rechtsbuiten. Wat? Versnelling. Bro, in jou, in, zeg maar... Jij hebt echt niks uit je carrière gehaald, hè? Nee. Zeg maar, wat ik aan het doen ben, de meest hoe noem je, tegenovergestelde wat ik aan het doen ben, zeg maar. Ja. Zo'n klein beetje talent hebben, maar gewoon pompen, ken je die? Ja, ja. Jij hebt gewoon precies andersom gedaan, hè? Ja, is zo. Ja, bro. Van ja, rechts aan Mathieu kwam niemand. Ik ga je niet laten praten, Andy. Wacht eens. Okay. Ga praten. Wacht even. Bij makkelijk, hè? Bij maakt niet uit. Wie had best betere rechterbeen op rechts buiten in die tijd? Dan jou? Niemand. Beckham. Ja, alleen Beckham. Klaar, hè, bro. Alleen Beckham, alleen Beckham. Ja, Beckham. Dat was hem, man. Ja, dat was het. Ja, vriend. Voor de rest niks. Dat was niemand, voor de rest was er niemand. Figo, we hadden Figo ook nog wel. Figo, die was ook wel gek. Wat een versnelling. Ja. Goeiemorgen. Ja, die was wel lekker. Alles komt aan. Ja. Is niet meer, hè? Nee. Het is nu allemaal andersom. Het is allemaal rechtsbenig op linksbuiten en dan naar binnen. Is niet meer, hè, bro. Nee, joh. Die klassieke rechtsbuiten en linksbuiten zijn er niet meer. Onlijst niet meer. Heb jij voetbal? Nee, nooit hoog of zo, man. Nee? Wat tegen die dikke oude mannen, schipluid uit, 9 uur 's morgens, zondag, je weet het welke? 8:30, tegen asielzoeker. Ja, ik doe dat ook. Ja, ik stond nog links buiten en zo, weet je, op de oude posities. Broer, kijk, gewoon een beetje pompen erin, een beetje erin kletsen, ja. Klaar. Maar nu, als ik nu ga voetballen, of de laatste paar jaar als ik ga voetballen, ik kom thuis, is alsof ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Ja, helemaal kapot. Helemaal kapot, ja? Kniepijn, enkelpijn, alles pijn. Hoe oud ben je nu? Primeur, hè, broer. Ja. Niemand weet hoe oud ik ben. Nee, hè? Wat... Hoe oud denk je? Ik denk 27. Ik ben bijna 30. Oh, ja. Ja, ze is gewoon daar. Ja. Ja, oké, okay, maar dat staat nergens, hè? Nee, man. Ze hebben me ook altijd gevraagd. Ik heb altijd iets anders gezegd, man. 42, 19, ja, 21. Ja. Gewoon praten. Kijk, je serieus, man. Toch? Eentje zegt, ik ben 36. Ik krijg berichtjes, bro. Op Snapchat, op Instagram. Alsjeblieft, we hebben hier weddenschap. Hoe oud ben je? Ja. Ik ga je niet zeggen, man. Allemaal kapot. Hey, wat wil je zeggen? Wat doe je nou? Want je bent nu net pas eigenlijk een beetje bekend geworden, toch? Ja. 9 maanden geleden kwam je met het nummer. Ja. En toen ben je eigenlijk... Maar hoe ben je begonnen dan? Wat dacht je? Bro, ik was vroeger, toen ik jong was ik al begonnen, man. Oké. Ging ik een beetje rappen.
Je weet toch? Ja. Kijk, ik ga gewoon heel die eerlijke, de meest eerlijke verhaal vertellen uit, mijn, uit heel deze rap scene. Uit heel deze rap. Dus ik was 16 of zo, zat ik in een schoolcomité. Ja. Voor schoolfeesten. Toen wouden ze, ik weet niet meer, keizer of zo. Ze wouden iemand boeken. Ja. Mooi. Ik hoorde, je weet toch? Er werd geboekt voor €300 of zo. Of €150 per ding en dan twee shows op die schoolfeest. Mohim, daar was geld te Andy. Yeah. En we hadden één rapper op school. We hebben hem bij zijn kraag gepakt. Zij komt gaan rappen, bro. Wij gaan optreden daar op die schoolfeest. Hebben we een liedje gemaakt. Fucking slecht. Slechtste optreden. Ooit had ik Doekoe gepakt, bro. Yeah. Vanaf die tijd, ik was kapot gierig erop. Yeah. En toen ging ik bij zo'n bibliotheek werken. Toen was er precies hetzelfde verhaal weer. Yeah. Project met kinderen. Ze willen een rapper uitnodigen en samen met hem tekst maken. Hij kon niet. Ik zeg, kom. Nee, dus wij zijn rappers, Severiet, kom, we gaan die tekst maken. Toen hebben kinderen van groep 7 en 8 hebben dat gefilmd toen. En toen hebben we dat online gegooid. Althans, die organisatie. Ja, ja, €4000. Ja? Bro, ik was 18 of zo, je moet beseffen. Dat is veel geld. Dat is als je nu rekent, met deze huidige periode, is dat misschien 5 of 6 koppen. Ja. Ja. Maar dat is lekker dan, als je dan, ja, dan word je gierig. En denk je, hey, ik was kapot gierig. Ik wil meer, ik wil meer. Ik zweer het. En toen helemaal niks meer meegedaan. Kleine dingetjes nog. En toen, toen had ik DM van Ali B gekregen, man. Ja. En toen wat dacht je, is het niet echt? Ja, ik ging gelijk kijken, man. Of het wel een echte ding was, toch? Ik zei, wait, yo. Ik weet niet, ik was met iemand diep in gesprekken, bro. Yeah. Ik ben helemaal vergeten diegene. Ja, tuurlijk. Praat niet meer met mij uit, bek. Ali B zit met mij te praten. Ik had alles, schuif alles, hè. Ik hoef niet meer te werken, niks. Ik ga nu naar Ali B. Ik zei, waar ben je? Hij is naar Almere. Naar Almere gegaan. Gepraat. Ik in zijn ogen kijken. Ali, luister. Ik ben bijna 30, hè. Ja. Gaat dit lukken of niet? Ja, ja, ja. Hij zei, als jij erin gelooft, bro, ik zweer het. Je kan het, maar je moet gewoon zo blijven, niet veranderen. En dan zo gezegd, zo gedaan. Maar nu zit ik bij jou in de auto, ja, pik. Ja, zo en ik heb tegen jou pik gezegd, Tassa. Ja, maar nee, maar luister, wat wel apart is. Kijk, ik had al contact met jouw broer. Dus hij zei al, een paar maanden geleden, van, je moet mijn broertje in de auto nemen, want hij gaat echt hard. Dus ik denk, ja, maar je hebt toch meerdere mensen die zeggen dat... Ja. Klaar, als dat want is, ik had is jouw goed. Broer, ja, ik had jouw broer ontmoet op Spangen, bij Sparta toen. Geloof ik, ja. En toen zei hij dat al. Maar toen dacht ik, ja, iedereen kan het dat wel zeggen. Iedereen, ja, maar ik wist ook niet, man. Ja. Ik wist ook niet dat het zo zou gaan. Hey, hoor je nou zo'n ding achter hem? Wat moet je hebben? Ik hoor iets. Die geluid van... Ah, bro, je hebt BMW van 7 tonnen, bro. Wat voor geluid ga je horen? Nee. Je moet in Tanja, in de zomer moet je naar Marokko gaan. Ja? In Tanja, ja. Vind je deze in mat paars? Echt? Ik zweer het, geel. Helemaal gek. Je weet, kijk, dit is Marokko, dat hou ik van Marokko. Je weet wanneer je echt een patser bent? Jij bent geen patser, Andy. Nee. Je bent Andy van der Meijden, bro. Ja. Maar je weet gezegd hoe je wel een patser en je wil een dikke auto rijden. Ja. Je weet dat al die boys hier gewoon kleine Astra's en dingetjes rijden? Atos. Ja, Atos. Kleine mooie. Ja, waarom niet, bro? Toyota Yaris. En dan wanneer ze in Marokko zijn, supercar. Ja. Ken je dat? Ja. En dan moet je nagaan. Dat er sommige boys zijn die gaan met z'n vieren gewoon, hè. Allemaal geld bij elkaar zetten, gaan ze een gekke auto huren, bro. Hij is gisteren uitgekomen in Duitsland. Fucking blij. Gaan ze naar Marokko, vinden ze eentje matpaars. Geel. Die man doet die raam open, hij zegt, Abbalar, waarom heb je zwarte gehaald? Ja, vriend. Ga patser door tegen z'n Abdubai. Ja, gek, man. Is het moeilijk dat je nu ineens herkend wordt zo op straat? Of denk je van schijt, bro? Ja, holla. Ik heb echt schijt, bro. Het is wel, de afgelopen week kom ik best wel vaker buiten, zeg maar, op drukke plekken. Ja. Dan is het wel een beetje overdreven, man. Ja. Maar ik zie het alleen maar als compliment, bro. Ja, ik vind het niet irritant, niks. Ja, voor de rest ben ik gewoon binnen, man. Ja. En gewoon met dezelfde mensen met wie ik altijd ben. Dus ik krijg nog wel eens die keiharde meningen achter me aan. Weet je wat? Is goed, maar en jij? Ja, ik doe gewoon rustig. Ja, bro, vanaf je 20ste of zo ben je al, zit je al erin, hè? Klaar. Nee. Je kan niet normaal buiten lopen. Oh, zo? Nee, maar valt dat mee. Als ik zeg maar, ik woon in Apeldoorn, echt zo'n gehucht, toch? Ja. Nog steeds. Het is wel echt lekker wonen, maar als ik zeg maar buiten de plaats ga ergens, dan als ik ga stappen ergens, dan nee, dan Spara. Dat is alleen maar foto's ja. Maar nou, in mijn eigen stadje Apeldoorn, ik ga daar nooit meer weg, jongen. Echt top. Gewoon lekker relaxed. Ja, natuurlijk. Gewoon op boerderij nu. Top. Ik heb een cafeetje daar. Kijk. Ik moet maar een keer komen, man. Ik ga dat ding daar ophangen. Ik kom online, dan kom. Ja. Tuurlijk. Doe je alcohol? Drie keer alcohol, hè? Nee, man, bro. Alleen thee. Thee, gewoon allemaal water, troep, Red Bull. Echt, jongen. Ja, Red Bull, ik ga helemaal kapot. Ja, niet zo heel veel meer. Maar soms als ik shows heb, bro, gaat niet. Hoeveel shows heb je nu? Is belachelijk, man. Ik weet niet, man, bro.
belasting. Weekend. Wat ben je niet? Belasting, ja, dat kan, hè. Ik heb niet zoveel, man. Ik ben eigenlijk 4 euro boek, maar 15 bar is ik kom. Ja, wel een beetje, man, bro. Maar gaat gewoon goed, gaat gewoon goed. Wel, dat je gewoon elke week gewoon dingen te doen. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. Is wel gewoon goed. Dat lekker, toch? Ik ben blij, ja. Je hoeft niet meer te werken nu, zeg maar. Jawel, bro. Jawel, man, bro. Ik werk gewoon, man. Ja? Ja, toch? Wat doe je? Viraal zijn, een beetje trending zijn, neef. Dat kost ook moeite. Nee, nee, veel in de studio, bro, veel muziekdingen. Ja, ja. Wanneer komt een nieuw album uit, toch? Niet, het duurt niet lang. Ja? Voor de Ramadan nog, ja, man. Voor de Ramadan? De Ramadan wil ik, weet niet, Ramadan is eind maart. Begint oh, dat begint nu heel vroeg dit jaar, hè? Ja, man, bro. 6 maart heb ik mijn release, moet je ook komen, hè? Waar? In Rotown, in Rotterdam, centrum. Oké. Okay, maar het is vrijdag, maar is niet tot echt laat. Oké. Okay. Want ik mag niet laat thuis komen. Ik weet het, broer. Je hebt een scherpe vrouw, neef. Ja, ik heb veel gekeken. Ja, ja. Ze maakt geen grappen, hè. Weet je nog toen je belasting ging betalen met al die woorden? Adeskleppen. Hé, hey, broer. Gekke woordjes daar, man. Broer, ik heb gelachen, man. Wallah. Ik deed het echt, hè. Maar ik deed het echt invullen ook gewoon. En dan, die mensen gingen gewoon checken of het echt zo was. Gingen ze echt kijken bij de belastingdienst. En dan zei ze tegen mij, ja, je bent echt gek. Ja, 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 maar het is wel grappig, man. Ja, weet je, vind je die mensen ook leuk, jongen? Zijn grijze mensen die de hele dag zo achter die computer. Ja, ja, man. Zien ze in één keer die anusklep staan en zo. Goed. En dan moet je nog zo'n nerd zijn die gewoon boos worden. Ja, 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 ja. Heb je er ook bij, ja. Lekker, ga dood. Ah. Ja, gewoon veel betalen. Ik moet naar de boekhouder zo, man, broer. Oh, als je ja? me af gaat zetten, moet ik naar de boekhouder toe. Ik krijg weer een paar klappen achter mijn oor. Ja, kut is dat, hè. Altijd. Verdien je lekker en dan moet je altijd en dit lopen. Man, bro, is kapot gaan, joh. Laat deze muziekwereld, is de meest gelogen wereld die er is, joh. Ja? Ik zweer het, joh. Nu pas zie ik waarom al deze mensen dikke auto's en zo rijden. Ik denk, hoe was dat? Want ik zie het niet, man. Je hebt geen optredens. Die streams zijn niet van jou. Nee. Waarschijnlijk zijn ze van Kees of van Ali. Met de elleboog tot in je kont hebben ze jou vast. Je bent puppet geworden, hè, broer. Puppet, die royalties zijn niet van jou. Hoe? En je hebt geen shows. Nee. Broer, het is gewoon strokkelen, man. Deze mensen gaan helemaal kapot. Maar nu heb ik gezien, als je een beetje volgers hebt, ja, dan komen verhuurbedrijven en zo naar jou toe. Zegt ze tegen jou van, wil je auto huren? Moet je mij promoten? Ja. Zeg ik tegen hem, ja. Ja, ja, ja. Ik zeg hem, je moet mij betalen voor promotie. Ja. Zeg maar, bro, gebruik geen auto's in je clips of zo. Ik zeg, bro, betalen, betalen. Ja. Wat rij je nu? Seat. Seat Leon 1.6 diesel. Volle tank, 1100 kilometer. Dat bedoel ik. Oh, praat met mij. Ja. Ja, vriend. Nee, maar die rijdt lekker. Die ja, en ik had hem voordat ik rapte, man. Ja, wat. Is gewoon goed. Is gewoon een Golf 7 in Spaanse outfit. Ja, ja, toch? Is zo, ja. Rijdt echt super, hoor. Ik heb een vriend van me, dan ook reed altijd. Ik reed best vaak in die auto. Echt. Rijdt echt goed. Is niks aan te merken. En voor de rest, een beetje mode. Ben je ook van mode? Of ben je gewoon lekker? Ik ben van rustig, bro. Ik ben niet. Ja, ja, ik ben, eigenlijk wel. Omdat het nu kan. Mm-hmm. Nu kan ik gewoon overal een trainingspak aandoen. Dat is wel lekker. Gewoon die mogelijkheid hebben. Maar ik hou niet van dure kleren en zo, toch? Nee. Gewoon lekker normaal. Ja, gewoon dat normaal. Gewoon wat alle mensen kunnen dragen. Ja, niet gekke t-shirts van Roodje en zo. Voor wat? Dat is echt. Voor oh, wat, ik vind man. Dat ook zo raar, hè? Voor wat, man? Wat is met die shirt, man? Ja. Die magische krachten. Een t-shirt, 1000 euro of zo. Ik kan niet, ja, kan niet. Is echt die absurd. Is onmogelijk. Ja. Die is onmogelijk, bro. Mijn huur, hè? Mijn huur, mijn stroom. En mijn ding bij elkaar is 1000 euro. Ja. Huurstroom en ja, op die water en zo. Holla. Ja. Eén shirt. Donder op, bro. Ben je helemaal ziek geworden? Holla. Ja. Uit mijn zak, bro. Ik sta op de markt, hè? Ja. Holla. Mee gaat het uit mij halen, bro. Wat? Hé, hey, Matt, je moest mij tijdens onderhandelingen zien. Van mijn platencontract en zo. Ja, ja. Oei, oei, oei. Ik had 600 volgers, bro. Ik was niemand. Er was één iemand die. Een paar mensen die me geloofden. Ik ga niet iemand tekort doen. Ja. Maar één iemand die echt invloed zou ergens. Dat is Ali B. Die geloofde erin. Ja. Mijn neef, Lange en al die boys die geloofden ook kapot in mij. Maar echt diegene die over die contracten en alles. Ja. Was alleen Ali B. Moet je nagaan dat Ali B geloofde in jou. Maar je hebt 600 volgers. Geen ene weet. Ik had 11 bars op een liedje ergens. Ja. En ik zit onderhand alsof ik boef ben. Hoe lelijk zeg je dat is? Je moet een grote bek hebben. Dan... Ik zeg nee. Ja. Hij zegt ja, dan. Dus bijvoorbeeld van 1 tot 10, dan zegt hij van. Ja, 10. Dan zeg ik mooi. Zegt hij, ja, maar wat zeg jij dan? Ik zeg 2. Ja. Zegt hij, oké, weet je wat ik maak mooi? 8. Ik zeg tegen hem 2,5. Ja, nee, ja, dat. Ik zeg, bro, ga maar dood met jou, man. Ja, ja. Ik zeg gewoon lang niet. En ik zei nog tegen hem, stel je voor, ik word echt een gekke ster. Ja. En dan? Wat gaan we dan doen? Ja. Allemaal dingen in die contracten laten zetten, man. Mijn puntje bij paaltje zit gewoon vast. Ja, hè? Gooi je bek houden, jongen. Nergens mee. Je gaat nergens, vriend. Je moet je bek houden en volgen. En hoe lang heb je nou een contract?
Bro, kun je Ali B? Ja. 85 jaar of zo. Contract op leven. Ik heb die contract van Casillas toen die nog populair was. Ja, man. Ik wil hij niet mee loslaat. Ben je gek? Nee, hè? Nee, man. Hij is een slimme kerel, man. Ja, maar bro, ik leer zoveel van hem. Het is voor mij, weet je, de beste leerschool. Alles gaat gewoon goed. Top, weet je. Ja. Luisteren. Hé, hey, hoe ziet je dag eruit? Hoe ziet jouw dag eruit nu? Deze twee weken toevallig alles in de ban van die EP. Het is ook echt toevallig dat jij precies deze moment ook komt, hè? Ja, ja, ja. Deze periode. Dus veel van dat, man. Maar voor de rest is het heel veel studio, broer. Heel veel opnemen. Ja. Echt heel veel opnemen. Ja man, soms word je echt helemaal ziek. En ik ben voorstander van alleen woorden gebruiken die je in het dagelijks leven gebruikt. Ja, weet je toch? Ja, niet opeens. Je gaat opeens andere woorden gebruiken. Zeg maar, vocabulaire, hè? Echt. Als ik jou iets probeer uit te leggen, dan hoor je dat toch? Dan ga ik dit uitleggen op JZP. Dit bedoel ik alleen. Zie je alleen deze voorbeeld die ik nu heb opgenoemd? Mm-hmm. Dat ik iets probeer te vertellen, maar het lukt niet dat jij het al begrijpt. Alleen die woorden gebruiken. Ja, ja, ja. Klaar. En niet zeg maar in één keer andere woorden gebruiken die jij ook nooit gebruikt. Nee, zeg maar. Nee, hoeft niet, man. Ik weet nog dat ik de eerste keer bij Ali B kwam. En dat hij zei van oké, kom ga een liedje maken. Kwam ik opeens met psychologisch. Kom binnen psychologisch. Bla bla bla. Hij zei bro. Is te moeilijk, bro. Luister, bro. Is veel te moeilijk. Altijd gewoon simpel, man. Sindsdien zijn we gewoon simpel, man. Ali B. Ik ken hem al lang, hè. Doet hij ook nog steeds... is hij nog zaakwaarnemer? Hij was toen zaakwaarnemer van voetballers ook. Ja. Ja, hij doet nog denk ik... Een paar spelers. Ja, een paar. Ja, hij doet wel goede dingen, man. Zo weet je, Mina. Ja, hij is wel harde werker, hè. Moeten we een voorbeeld van nemen, bro. Echt? Ja, man. Zo, hij zit niet stil, die jongen. Ik zeg eerlijk. Hij heeft me uitgelegd. Hij zegt, een dag heeft 24 uur. Kijk maar hoe je die indeelt. Ja. Slaap maar hoe lang, je weet toch? Je hoeft niet precies 8 uur te slapen in de nacht. Alsof soms moet je door. Dan slaap je maar 3 uur in de middag en dan nog weer 3 uur in de avond. Ja, en dan heb je ook weer die 6 uur slaap. Bro, dat is een fucked up, man. In etappes. Dat is kut, hoor. Ja. Dat is echt kut. Ben je wel een beetje van het voetbal? Wie volg je? Ben je Sparta. Sparta, ja? Ja, Sparta, ja. Dat is in de buurt, toch? Ik heb Sparta wel een keer doodgemaakt. Ja, maar wie niet? 8-3. Wie niet, bro? Sparta ik heb volgens mij ook best wel vaak gescoord tegen Sparta. Mag, tegen Sparta mag je scoren, bro. Mag. Ja, maar het is wel een mooie club. Die goal tegen AS Roma. Is dat jouw mooiste goal? Ja, die was wel dik. Maar ik heb ook eentje gescoord met Arsenal. Tegen Arsenal. Ja, hoe dan, bro? Inter. Voor die van links. Inter tegen Arsenal. Arsenal, Inter. Ook dat al? Op Highbury. Boom! Ik zag ze Everton. Ik heb nog nooit iemand gezien die 8 seizoenen bij Everton was. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld. 12 minuten. Ja. Wat doe jij samen? Ja, nee, ik heb 17 wedstrijden gespeeld in 4 wedstrijden. Of 4 seizoenen? Vier jaar. Ja, 17 wedstrijden. Duurste speler ooit van Everton. Ja, tuurlijk, bro. Ja, dat is ook achievement. Ja, is ook een... tuurlijk. Precies. Dus. Tuurlijk, bro. Wat dan? 17 wedstrijden. Onder je bent de lowste. Ga je wel eens uit hier? Nee, man, bro. Ik ben niet sowieso heb je kinderen trouwens? Nee, man. Niet dat ik weet, bro. Nee, ik heb geen kinderen. Ik ben ook niet heel, heel goed op drukke plekken, man. Nee? Ik kan daar niet zo goed tegen. Hoe? Kijk, hij is lekker. Oh, kijk hem, helemaal relaxed. Hi! Kijk eens. Bro, voor hem maakt het niet uit hoeveel brieven op zijn mat staan. Nee, hè? Holla heeft scheid. Kijk. Relaxed. Als politie hem pakt, die hebben openstaande boetes. Hij zegt, nee, maar je maar mee. Ja. Kan ik slapen? Ja, man. Maar ja, dit is wel Nederland weer, toch? Ja. Deze kan je nergens registreren, nee. Dus vergeet hem maar. Ja, laat maar gaan. Kale kip. Kale kip kan je niet plukken. Dus laat maar. Wat is nou jouw lievelings, zeg maar, je mooiste nummer die je gemaakt hebt? Asjafar. Kijk, Asjafar is ook top, hè? Ja, maar Asjafar is hard. Ik heb met hem iets gemaakt. Ja? Ja, man. Asjafar is fucking hard, man. Zaka. En Kevin. Bro. En Kevin vind ik. Ook hard, ja. Heb ik ook een liedje mee. Kun je ook niet? Ja, weet ik wel. Bakje. Ja. Ai! Olle, je trending. kom. Andy van der Meijden hier. kijk. Olle, 17 wedstrijden bij Everton. Ga je ook rustig, dan gaat je ook kennen straks, hè. Gaan we random iemand laten instappen gewoon? Ja, kom. Kan ouwe hoeren. Gaan we een rondje maken. Okay. En hoe is het met jou? Ja, relaxed. Ja. Nee, man. Straks heb je opeens een mes in je keel. Leg hem maar naar links, man. Lekker wijf. Neef. Ik zie dat niet. Kijk een beetje Netflix? Ja, series? Toch? Ja, man. Welke heb je gekeken laatst? De allerlaatste.
Er is lang al niet meer iets goeds opgekomen, man. Wat was echt de allerlaatste leuke? Die, even kijken. Kaza. Kaza ja, de die wel. Niet eens, het tweede seizoen was ook kakken. Maar die Nederlandse serie, ook Mokro Mafia, is ook ja, hard. Man, is ook hard. Is ook iets voor jou, hè? Ja, je wil ik weet niet, man, bro. Acteur worden? Ja, ik heb al een paar draaidagen geacteerd. Ja, man, iets, maar ik kan je niet zeggen wat het is, man. Ik mag nog niet vol zeggen. Televisie, op TV? Ja, toch? Oké, top. Gewoon dikke producties. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik moest eerst twee draaidagen komen. Toen was ik gekomen. Toen zei ik tegen die regisseur, want hij had zo'n tekst voor mij, toch? Ik zeg, ik lees zo die tekst. Zou dit uit mijn mond komen? Nee, man. Ik zeg, bro, mag ik zeg maar in dezelfde trant, maar gewoon op mijn eigen woord? Hij zegt, ja, doen. Ja. Toen ik begon te gaan naar goede end. Ja, ja, ja. Ik kom thuis, broer, ik zie die agenda vol. Draaidag 4, draaidag 5. Nee, mee, ja, ja. Gelijk die rol opgetrokken. Oh, dat is top. Ja, we moeten eigen film maken eigenlijk. Ja. Dat zou het beste zijn. Film maken, hè? Ja, man. Eigen regie, eigen alles. Dat is wel een wens van je? Ja, man. Wauw. Dat is wel vet, hè? Kijk, weet je wat het is, bro? Ik ben Marokkaan, toch, Andy? Ja. Kijk, jij kent genoeg Marokkanen. Ja. En jij weet ook, je hebt genoeg Marokkanen die jij kent, die gewoon fucking succesvol zijn. Die gewoon goed zijn, die altijd respect voor iedereen hebben gehad. Die nog nooit een strafblad of zo hebben gehad, snap je? Nog nooit, bro. Al die voetballers die jij kent, zijn allemaal goede jongens. Ja. Goede families, weet je? Klopt. Burgemeester. Ja. Die Marokkaan is. Je hebt kapot mokkers, toch? Ja. Van Hooydonk de Pa. Mooi. Waarom lach je niet? Van ooit ook jouw mattie. Nee. Maak je niet uit, maak je niet uit. Gewoon, nee, ga ik. Van ooit ook de vader. Gespeeld, voor de rest niet. Dus je hebt al die Marokkanen toch? Maar waarom elke keer als er een rol komt of als er een clip wordt geschoten van een mokrozie, dezelfde blokje hash daar of Gucci patches of gewoon die standaard zeg maar wat de rest van Nederland denkt dat het is. Als de rest van Nederland denkt aan een Marokkaan, gaan ze niet denken aan Abu Talib of zo, bro. Nee, nee. Dan denken ze gewoon aan, noem maar Gucci. Een... ja. Gucci, stoer doen, dit, dat, dikke auto. Ja. Ah, bro, is niet waar, man. Ja. Je hoeft niet zeg maar altijd zo heel die volk te portretteren. Dat is het beeld wat de Nederlander heeft van een Marokkaan. Nee, kom maar. Op, man. Ola. Ja. Zie je? Dat klopt niet. Ik kan niet, bro. Kan niet. Kan niet, zeg maar... Ik ga nooit zeggen tegen een speler, kies voor die of kies voor dit land. Mm-hmm. Toch? Nee. Maar uiteindelijk, broertjes van me. Ik ga in die camera kijken. Uiteindelijk blijf je die Marokkaan. Het allermooiste is, het is niet erg. Het is niet erg om een Marokkaan te zijn, broer. Nee? Het is mooi. Als ik geen Marokkaan zou willen zijn... Als ik geen Marokkaan was, zou ik er één willen zijn, bro. Ja. Het is gewoon mooi om te zijn. Je moet niet, zeg maar, kiezen. Nederland of Marokko. Nee, je kan man. Gewoon een Marokkaan zijn in Nederland, tuurlijk. Bro. Ik ben hier geboren. Ik geniet. Ik ga hier nooit weg. Ik zou ook niet in Marokko gaan wonen. Of ik moet echt ballen hebben geslagen. Goeie en dan ga ik wel daar wonen. Maar, zeg maar, het is gewoon goed... Maar ik ben toch mokro. Dus kan dat gewoon samen? Ja, dat moet gewoon kunnen, toch? Maar daar moeten we toch niet eens eigenlijk over praten? Jawel, broer. Jawel. Nee, ik ga je zeggen waarom. Jawel. Het hoort gewoon bij... We zijn gewoon één, toch? Nee, ja, tuurlijk zijn we één. Maar het moet wel ook zeg maar, zo gezegd worden dan. Ja. Je hoeft niet gelijk tegen die man te zeggen, hij is Nederlander. Ja, ik ben Nederlander, maar ook Marokkaan. Mag dat? Ja. Of moet ik alleen Nederlander zijn? Dat kan toch niet, bro? Nee, tuurlijk niet. Waarom? Zie je gisteren de beste speler van de Eredivisie, ja, broer? Ja. Zoveel shit over hem heen gehad, neef. Ja. Praat nu met hem, hij is nog steeds aan het lachen. Uh-huh. Tuurlijk. Waarom? Identiteit, hè, broer. Karakter. Ja. Ik ben Marokkaan. Ik sta ervoor. Ik ben de beste speler van Nederland. Ik hou van hier. Ik hou van alles hier. Ik ga niet hier weg. Maar toch, je moet me accepteren hoe ik ben. Ja. Bro, en dat... Als je dat hebt, zeg maar, als je daar bent, dan zijn we goed. Vind je dat, tot die veel, tijd niet. Dat er hier racisme is? Veel racisme. Sowieso, dat is er altijd. Alleen, het is kut als die, zeg maar, want ik heb gestudeerd, broer. Ik heb HBO gedaan, ja, hè? Ik heb afgemaakt. Weet ik. Het is kut als die racist dan toevallig over die banen gaat. Of over wie er wordt aangenomen en wie niet, snap je? Ja. Dat is kut. Dat is kut. Maar voor de rest, broer, je mag racist zijn, je mag geen racist zijn, je mag zijn wat jij wil, man. Haat mij maar, weet je. Wie de fuck ben je? Ja. Snap je? Maar je moet toch door, het is je eigen leven, dus... Bro, niemand gaat iets voor je doen, nee. Je gaat het zelf moeten doen. Is er iemand die je haat, of iemand die jou niet mag, bro? Miek van mij, neef. Miek, wat betekent Miek? Wijk uit. Oh ja? Donder op, zwa. Ja, 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 Miek. Ja, ga weg. Maar is dat Arabisch? Ja. Miek. Ja, Miek. Ga ik zeggen tegen mijn vrouw straks. Ja, wat is het? Ga Miek van mij, man. Ga Miek, schat. Even kijken, ik kan zit hier niemand met plaats aan doen. Nummer 2. Wat is dat dan, wat ding? Technologie, voor 2020. Grote pizza. 2020, hij heeft bakwagen elektrisch, hè, broer.
5 mensen binnen. Ja, man. Godsamme zeg. Kom je vaak Rotterdam? Ja, veel. Ben echt veel Rotterdam, man. Ik moet volgende week, Kevin heb ik ook in de auto. Gruwelijk. Ja. Kevin is echt top, hè. Slow, slow. Zulke mensen, die ben ik dankbaar voor het leven, bro. Mm-hmm. Voilà, wat nu pas hier. Hij heeft echt die mooie sound ook, hè? Die rustige, oh, die slow flow, zo rustig. Precies, wat die, echt slow flow, dat is hij. Mm. Ja, man. En hij, is ook, hij heeft ook HAVO gedaan en zo, toch? Gewoon een slimme gozer, hè? Bro, ik zit op zwarte school, hè? Yeah. Je moet niet denken dat iedereen bij mij deed HAVO. Mm-hmm. Al die Marokkanen en Turken en zo. Ja, maar ze denken altijd van, kijk, oh, wordt hij rapper omdat hij niks anders kan. Maar het zijn gewoon slimme mensen, en, ja, weet je? Maar, ik moet je wel zeggen, mocht ik zeg maar... Toen ik klaar was met mijn studie en toen ik werk ging zoeken, had ik toen een baan gevonden, was ik denk ik geen rapper nu. Nee. Moet ik wel eerlijk zeggen. Kon je geen baan vinden? Nee man bro. En mijn broer dan? Mijn broer heeft universitair, hè? Ja. Universiteit afgestudeerd, ja, hè? Ja. Niks. Nee man bro, maar die naam, die achternaam is... valt niks te halen. Weet je, ondernemen. Is dat Taki achternaam? Wat trash hebben, bro, wat trash betekent de doven. Ze hebben dat? I know. Andy! Andy, die doen het samen. Hebben, hè? Je moet piepen, dit, hè? Je moet zo piep, piep, piep. Ja, ja, kom. Zo, wie kijkt er dan? Ja, bro. Maakt er niet uit, man. Jawel, man. Tom toch op. Jawel, man. Je gaat spijt krijgen en zo denk ik altijd. Ik doe wel piepen. Ik zeg, wanneer jij zeg maar echt vieze woorden gaat gebruiken en opeens. Ben je in de supermarkt, zie je opeens een kind van 18 jaar gebruiken, denk je van... Ja, maar ik heb niet die leeftijd zoveel die mij gevolgen. Wacht naar deze video, bro. Ja, dan wacht, wel. Andy, wacht. Nu wel ook. Andy van der Meijde, Marokkanen gaan jou beter aanhouden. Jij bent echt een verkeerde nationaliteit geboren, jij moest Marokkaan zeggen. Waarom? Rechtsbuiten, leef dat zeggen heel veel mensen, maar... Bij Hadji staan. Nee, maar weet je wat, kom, ik ben vroeger echt heel veel omgegaan met Marokkaanse jongen. Ik ben opgegroeid met Marokkanen. Marokkanen om jou heen. In die groepschat waar jij zit, alleen maar Marokkanen. Ja. De laatste, ik weet niet hoe, van al jouw mensen die je uitnodigt in de auto, 60% mokros. Je kan niks tegen mij zeggen. Vind je ergens je Melvin Platje is ook Marokkaan? Wie nog meer? Wie heeft jouw vullis gemaakt? Vullis betekent helemaal wappie. Wie? Ja. Mido, Egyptenaar, ook mokro. Ja. Kijk naar hem, is het hetzelfde. Ja. Ja, man. Hoe zei je dat? Hoe zei je dat? Gek gemaakt? Mvullis. Ja, bro, Mido heeft jou mvullis gemaakt, die vieze Rick. Met die mag 4 vrouwen hebben en zo. Ja. Ja, wanneer 3 van die mannen in de oorlog gesneuveld zijn, dan mag dat. Jullie zitten hier zo pleziervaarten te doen met wijven. Jullie zijn levensgevaarlijk, hè, holla. Jij moest deze tijd zijn, bro. Ja, ja. Holla, je hebt 2 mannen volgehouden. Ja, echt. Me too. Ja. Me too. Echt, maar... Facebook. Heb je nooit dan... Nee, ik denk van, oh, dat is wel een lekker wijf. Bro, laat dat, even man. Even kijken. Laat dat, man, even bro. Ik wel, hoor. Even kijken. Kijken kan geen kwaad, bro, man. Je moet laten, nee. Ja, natuurlijk. Je moet het laten, holla. Je moet het echt laten. Het is gevaarlijk. Het is nergens goed voor. Goede jeugd gehad. Ja, man. Gewoon goede leuk. Strenge vader. Maar ja, ik deed ook rare shit vroeger, hoor. Ja, was je vervelend? Was fucking vervelend. Die kon mij een half uur lang zeggen, hey, niet doen. 46e minuut. Vol gaat. Vol. Ja, bro, je luistert niet, toch? Dat is kut, man. Ja, man. Hoe kan dat? Was je broer ook zo? Nee. Heel anders. Mijn broer en mijn zusje. Ik ben... ik was. Lastig. Ja, man. En mijn drukker. Ja, drukken. Mijn pa was echt drukker op. Maar ja, ik zag hem net, mijn vader weer. En nu is hij fucking vrolijk en shit. Ja? Pensioen. Oh, ja. Alle paar maanden. Ja, hij is blij. En, lekker toch? Hij vroeger, jongen. Een grote boze man, vriend. Ja? Hey. Respect. Mooi, joh. Respect, bro. Doe iets geks. Ja. Hij heeft scheid. Het platte handje waar iedereen bij is, hè? Zo'n mannenhand, je weet toch wel. Ja, ja, ja. Vroeger had je nog die harde cola flessen. Ja. Ken je die nog? Die ja. Die glazen. 1 gulden statiegeld. Oh, ja, nee. Gewoon echt die plastic, maar dan die harde plastic. Oh ja. En toen had hij die ijzer, zeg maar, werkte hij die 's morgens in de bibliotheek. Wil ik één, waar moet ik naar? Ga recht hoor, bro. 'S morgens ging hij naar de bibliotheek. En toen ging hij, in de avond kwam hij dan in die ijswagen rijden. Tot 10 uur of zo. Ja. Zat hij gewoon van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds was hij aan het werken. Komt hij thuis, bro. Toen die cola. En wij zijn klein, hè. Je moet nagaan. Hij heeft die cola gedronken en hij heeft hem zo helemaal dicht geknepen terwijl hij aan het drinken is en hij doet hem zo dicht. Dus die harde plastic is nu zo dicht. Weet je toch als je hem open doet wat er gebeurt? Wie moet aan die koelkast gaan?
Wie moet naar die koelkast gaan om drinken te pakken die avond? Yeah. Pa heeft stress, iedereen is kapot. Wie moet drinken gaan halen? Ik moet in bed liggen, broer. Het is 11 uur 's avonds. Wat doe ik nu? Cola gaan drinken om 11 uur 's avonds. Broer, ik pak die flessen. Wallah, en die ik doe open, broer. Want dat was mijn dag. Dat is mijn tweede verjaardag. Dat, toen was ik jarig. Of toen was ik nog lang. Ah. Oei, die oei. Ik moest even voorsorteren. Ja, nee, dik, doe maar even voorsorteren, man. Je doet vaak voorsorteren met deze auto. Ja. Nou, die, toen? Toen heb ik. Toen kreeg ik een draai om mijn oren. En, toen kreeg ik een stevige draai om mijn oren en een stevig gesprek met papa. Ja, ja. Ja. Toen heb ik tegen me gezegd, ik moest niet, en ik moest in de hoek gaan staan. Ik moest aan volle ponkers hebben, broer. Ja. Maar man geworden, ja, als je niet met mij vecht, ik ga niet nokkie. Nee, ik blijf met jou staan. Je weet het al, je weet het. Die kaak is verstaakt in de jeugd. Je kan wat hebben. Ja, oh. Ja man. Broer. Nog toekomstplannen? Kijk je naar de toekomst of leef je van dag tot dag? Nee, ik kijk naar de toekomst, broer. Ja, wat wil je bereiken? Wat zijn je doelen? Ik moet nu vooral veel muziek maken. Ja. Ik wil die film maken waar ik nog af moet stappen. En even kijken hoe lang we in deze entertainment kunnen blijven, man. Ja. Weet je, ik heb ook gewoon zin om te praten. Snap je? Ja. Gewoon tegen mensen praten, man. Ja, ja, ja. Wat is er aan de hand? Praat met me, weet je? Dat zou ik ook wel willen doen. Wat bedoel je, met mensen helpen of ja, toch? Gewoon mensen helpen, geen probleem. Soms hebben mensen gewoon simpelheid nodig. Mm-hmm. Snap je? Van, ik heb dit en dit en dit en dit. Gewoon simpel. Of God. Ja. Ga bidden. Dat kan ook veel schelen. Ja. Bid jij veel? Ik bid voor hoeveel dat voor een moslim moet. 5 keer. 5 keer, broer. Ja. Niet altijd op tijd. Nee. Wat toegeven. Maar bro, we hebben een hele vreedzaam en liefdevol geloof. Ja. Dus je bent niet gelijk als er iets fout gaat. Zo wordt het wel altijd gebracht, toch? Ja. Je mag geen varken. Bro, eet varken. Doe jouw ding. Eet varken, maar je moet weten, het mag niet. Eet die varken, broer. Eet dubbel varken. Ga naar McDonald's halen, een heel beker van Mackie moet je halen. Dat is scheids tussen jou en God, bro. Eet beker, hè, CD, doe maar. Wat wil je nog meer? Wat zeggen ze nog meer? Mag niet. Doe jouw ding, bro. Ja, ja. Eet je beker? Nee, ben je gek. Ga weg, man. Nee. Maatie, buiten eten is levensgevaarlijk, ook, Andy. Jij hebt ook nu frikandel, hè? Nee, man. Haram frikandel. Jij hebt ook halal frikandel. Halal, ja, vroeger ja, doodgemaakt. Ja, man. Alles allemaal zelf. Je schrijft ook zelf die nummers, hè? Of niet? Bro, je moet nu, wanneer je teruggereisd bent, moet je luisteren. Ik luister al de hele dag, hè. Ja, bro, dat is toch, als je dat gaat schrijven, ben je echt een idioot. Allah. Zet hem hier. Ik moet hier zijn, man. Oh, waar, hier? Oh ja, we zitten hier, waar je wil. Oh, ik zet hem zo. We zitten hem in het midden. Dat was gezellig, man. Top, hè. Ja, ja, holla, levensgevaarlijk. Dankjewel, man, bro. Dankjewel voor die je bent sowieso een legend. Neem die dingen mee. Ja, dood als ik deze niet meeneem. Moedig, oké. Cool. Ik zie je. Rustig aan. Wanneer je in Rotterdam bent, moet je mij checken. Hoe als je mij niet checkt, ga je niet vergeven. En 6 maart. Ja, ja. Stuur me een appje. Ik ga nu gelijk sturen. Toppen. Ja, love. Rustig aan, love. Yes, jongens. Dat was IJs. Echt een geweldige kerel. Gewoon, weet je. Zijn tong op zijn hart. Zeg gewoon waar het op staat. Geen gezeik. Recht door zee, daar hou ik van. En ik heb een mooi cadeau gehad. Die kan ik helaas niet weggeven. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken weer. En we gaan door naar de volgende. Yes, later. Ciao.